een rustig begin van een nieuwe handelsweek. Afgelopen vrijdag belangrijke cijfers vanuit Amerika, het banenrapport en de gemiddelde loonstijging van de gemiddelde Amerikaan. Beide cijfers lager dan verwacht. De markt had enigszins gehoopt dat als de gemiddelde lonen wat harder waren gestegen, dat de inflatie wat harder oploopt dan verwacht. En een logische conclusie zou dan zijn dat de Fed dit jaar niet 3 keer, maar 4 keer de rente verhoogt. We zagen dan ook, na het cijfer uitkwam, dat de dollar toch wat aan waarde verloor ten opzichte van de verschillende valutaparen. Kijken we specifiek naar euro-dollar, zitten we nog steeds opgesloten in de range 1,22-1,24. Hou er rekening mee, Trump en zijn Twittergedrag blijft in alle tijden een liability. Komende week krijgen we natuurlijk van de laatste Fed-vergadering en naar verwachting zal daar niet heel veel spannends in staan. Kijken we naar het pond, dan zien we dat het pond nu aan de onderkant van de range handelt, 0,87. Mijn inziens ligt de bovenkant rond de 0,87,5 en ook vanuit Groot-Brittannië verwachten wij de komende week weinig spannends. Kortom, een rustige handelsweek met weinig cijfers en ik denk dan ook niet dat het een hele spannende week gaat worden.